Wow! Dit is zo cool! Holy moly! Yo, Nintendo fans! Welkom bij een nieuwe Pokémon Snap video. En in deze video gaan we voor het eerst naar een Illumina spot. We hebben het Florio Nature Park al overdag gedaan. 'S Nachts al gedaan. En nu is er een Illumina Pokémon. Ik ben heel benieuwd wat dit met zich mee gaat brengen. De professor zegt, ja, dit is waar dat signaaltje vandaan kwam. Hoor je iets? Zie je iets? Laten we goed om ons heen gaan kijken. Oh, wat? Moeten we daar nu zelf naartoe sturen of zo? Oh nee, we moeten luisteren. It's magic. It's magic. Ah, dit ziet er wel gaaf uit, zeg. Is het Meganium? Is het Meganium? Wow! Dit is zo cool! Holy moly! Dit is zo vet! Oh, nee, joh. Oh, Meganium is ook zo cool, man. Oké, we moeten snel een foto maken. Let's go. Moeten we dat zelf doen? Ja, dat moeten we zelf doen. Oh, ik maak nu gewoon een foto van de achterkant. Maar alsjeblieft. 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 Kom gewoon. Ja, ja, ja. Nu. Nu. Oh, ik weet niet of die goed was. Want ik moest ook iets scannen blijkbaar. Maar ik wil het niet scannen. Want ik wil me focussen op deze Meganium. Kijk hem. Ja, ja, ja. Ja. Oh, dit is echt magic. Dit is echt magic. Dit is zo mooi. I love it. Holy moly. Wat is die allemaal aan het doen? Het is echt fantastisch. Dit ziet er echt zo vet uit. Ik heb nog nooit een Pokémon game gezien die zo mooi is als dit. Dit is de mooiste Pokémon game die ik ooit heb gespeeld in mijn leven. Dit is fantastisch. Dit is echt heel vet. What up, man? What up? Wat ga je doen? Jij gaat nu lekker snuiven aan deze bloem. Prachtig. Er gebeurt iets. Er gebeurt iets. Wat gebeurt er? Er gebeurt iets met Meganium. Er zitten allemaal gekke strepen door hem heen nu. Ja, hij heeft een of ander mooi aura om zich heen nu, denk ik. Wat ben jij een fantastisch mooie Pokémon, Meganium. Wauw! Dit was zo cool! Ik ben benieuwd wat de professor hierover te zeggen heeft. Ik heb 28 foto's gemaakt van deze prachtige Pokémon. Dus even kijken wat de beste foto moet zijn. Ik heb 2-sterrenfoto. Ik heb ook een 3-sterrenfoto gemaakt. Dit is mijn 3-sterrenfoto, maar die kan ik niet kiezen. Omdat hier de Illumina Phenomenon blijkbaar niet op staat. Ah, dan moet ik een 2-sterrenfoto kiezen. Oké, de mooiste 2-sterrenfoto. Dan ga ik voor deze foto. Ja, dit is wel een mooi fotootje, jongens. En we zijn level 2 geworden nu. In de Illumina spot. Nou ben ik heel benieuwd of Meganium dan andere dingen gaat doen. Professor Spiegel, die zegt, ja, deze Meganium was zeker een Illumina Pokémon. Rita, die zegt, hey, was het niet zo dat Illumina Pokémon Lentil hebben gered van grote problemen heel lang geleden? En Illumina Pokémon, die hebben dus aparte patroontjes en een ongebruikelijk licht. Dat waren die strepen die we net zagen over Meganium. Maar wat is dat belangrijke ding wat de professor ons nog moet vertellen? Oh, dat gaat hij me morgen pas vertellen. We gaan eerst slapen. Zo, hoppakee. En we zijn weer wakker. Goedemorgen. Professor Mirror wil een ecologisch onderzoek gaan doen over de hele Lentil-regio. En jij bent hier gekomen en we hebben gelijk een Illumina-Pokémon gevonden. En Rita, die denkt dat ik verbonden ben met Illumina-Pokémon. We mogen officieel in het onderzoeksteam komen van de professor en Rita. Hey, we zijn een team, yo. We zijn een team. Lekker. Ja, we knikken alleen maar. We zijn er over eens. Ik krijg een team badge. Yeah. Ik wil ook zo'n team badge. Nou, en nu? Wat gaan we nu doen? Oh, we moeten eerst wat andere dingetjes gaan doen. Oké. Kijk, we hebben appels. Oftewel, fluff fruit. En door B in te drukken, gooien we zo'n lekker stukje fruit. En ja, Pikachu, die hebt er wel trek in, hoor. Professor wil nog wat uitleggen over Lentalk. En dat staat hier bovenin. Oh, en dat zijn speciale opdrachten die je krijgt. Bijvoorbeeld de Pokémon die het fruit hier uit de boom heeft gegooid. Oh, oké. Rita wil zien wat er gebeurt als een Torterra gaapt. Ja, en zo zijn er dus allemaal opdrachten. Laten we eens even kijken of we een lekker appeltje kunnen gooien naar bepaalde Pokémonies. Bijvoorbeeld naar de Grookey en Pichu hier in het begin. Nee? Hoeven jullie niet? Oké, dan niet. Buffalant, heb jij trek in een appel? Ja? Ja, wil je appel? Nee. Het boeit hem ook gewoon niet. Oh, wel! Wel, kijk! Ja, 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 ja. Het boeit hem wel. Hij vindt het lekker, dat appeltje. Nou, alsjeblieft. Eet smakelijk. Dodrio, wil jij een appel? Of misschien wil Bidoof wel een appeltje? Nee? Oké, dan ga ik even scannen. Hallo, hallo, Dodrio. Oh, hij gaat eten. Ja, hij gaat eten.
Hij gaat eten. Lekker, man. Eet smakelijk. Ja, en dat is dus een bijzondere foto. En zo doe je dat dus. Oké, we gaan even kijken naar die boom. Hey, Molga, jij hebt dat gedaan, hè? Jij hebt dat gedaan. Jij hebt die appels uit die boom gehaald. Zouden deze beesten ook fruit willen? Als ik bijvoorbeeld hier in het water gooi. Ja, Ducklet vindt het ook wel lekker. Nice. Kijk, kijk, kijk. Die Ducklet die houdt ook wel van een fruithapje. Hier, Magikarp. Eet fruit. Wow. Wow, 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 wow. Nog een keer. Nog een keer. Nog een keer. Doe het nog een keer. Nee, doe het nog een keer. Ja, ja, ja. Ah! Oh, ik had daar zo'n mooie foto van kunnen maken. Beetje jammer dit. Hier, Telos. Willen jullie een fruitje? Lekker, hè? Nom, 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 nom. Ik ben alleen steeds net te laat. Je moet het fruit echt een beetje naar voren gooien. Er was ook een opdrachtje met die floor gas. Ik weet niet of het lukt. Ik denk niet dat het gelukt is met floor gas. Deze foto is 3 sterren waard. Hoe dan? Dat is de lelijkste foto die ik ooit heb gemaakt. Kijk, ik heb ook 3 sterren Dodrio foto's. Lekker. Dit is een 3 sterren Telo foto. Ik krijg wel een beetje rare hoge scores nu. Nou, deze foto van Ducklet is cool. Kijk, van Floor Guest heb ik nu al een 1 sterren, een 2 sterren en een 3 sterren foto. Dit gaat goed. Ik ben eventjes naar het laboratorium gegaan en dit is je fotodex. En die moet je dus vullen door een foto te selecteren van een bepaalde Pokémon. Bijvoorbeeld deze van Floorgas. Die kan je dan uploaden. En hier zie je dus alle informatie over die Pokémon. Floorgas kan wel 100 jaar oud worden. En hij wijdt zijn hele leven aan het beschermen van de tuin. Nou, et cetera, et cetera. Hij heeft ook nog verschillende vormen, zoals je kan zien. En zo kan je dus eigenlijk heel je fotodex vullen. En die beschrijving die krijg je dus door een foto te selecteren als je klaar bent met een ronde fotografie. Dus hier heb ik nog geen beschrijving, want ik heb geen foto geselecteerd. En bij Dodrio bijvoorbeeld weer wel. Wat ook wel grappig is om te zien, is dat je precies kan zien waar je een Pokémon hebt gevonden. Fotografeert op je baan. Je begint dus hier en dan begin je met Pichu en Grookie, et cetera, et cetera. En dan kan je precies zien waar je moet zijn als je een foto wil maken van een bepaalde Pokémon. Laten we even kijken of we het park ook naar level 2 kunnen krijgen. Althans, het park bij nacht. Het park bij dag hadden we al naar level 2. Ik zie jou wel, Scorbunny. Ik zie jou wel. Toch blijf ik benieuwd waar die voetspoortjes vandaan komen. What up, Pinsir? Kunnen we die Torterra's niet wakker maken of zo? Oh, was hij nu aan het gapen? Hij was aan het gapen, hè? Of is dat geen echte gaap? Was dat een neppe gaap? Yo, Pidgeot. Pidgeot, ik heb appels voor je, Pidgeot. Eet het. Nee! Bidoof! Bidoof, ik heb appels! Bidoof, word eens wakker. Oh, oké. Doei. Oké, je bent niet blij dat ik je wakker maak? Yo, Swanna. Ja, dit wordt wel een mooi Swanna-fotootje. Hallo, Ducklets. Hey! Grookie ligt hier gewoon te slapen en Pichu. Oh, dit is zo cute. Dit had ik eerder nog niet gezien. I love it. Hier, Pinsir, eet. Eet. Hier. Ik heb eten voor je. Ja, lekker hè? Alleen wel draai eens om, Pinsir. Oké, ja, nou ja, wel vanaf de achterkant. Dat is dan weer jammer. Kan ik een appel tegen Hoothoots hoofd gooien? Sorry, Hoothoots. What up, Torterra? Ja, ga eten. Ga eten. Eet het. Oh man, maar je bent zo langzaam. Je bent zo langzaam. Scorbunny, word eens wakker. Scorbunny, word eens wakker. Hoi, ik ben heel benieuwd of we nu op level 2 zitten. Check mijn epische Pinsir foto. Kijk, en je moet dus alle bloemen en zo ook op de foto zetten. Ik scande ze alleen, maar ik maakte er geen foto van. Maar dit is dus ook wat je op de foto moet zetten. Daar krijg je ook weer punten voor. Zijn we nu op level 2 aangekomen bij de nacht? Ja, lekker. Hey, ja, en nu gebeurt er weer wat zo te zien, jongens. Wat gebeurt er? Hey, wat gebeurt er? Stoutland. Naar wie ben je aan het blaffen? Hey, Todd! What? Dit is die guy van de oude Pokémon Snap. Voor de Nintendo 64. Todd is gewoon terug, jongen. What up? Ja, hij is een professionele Pokémon fotograaf. Ja. En Todd wil wel de Illumina foto's zien nu. Ja, en we gaan eventjes... we gaan het even laten zien aan hem, jongen. Onze prachtige foto's. Wie komt er nu weer aan? Wie is dit nou weer? Oké, Todd is de mentor van deze guy blijkbaar. Dit is Phil, Todd's nummer 1 studentje. Nou, rustig aan, jongen. Dus we hebben ook in deze game weer een rivaal. Ik vind het wel tof dat er allemaal cutscenes in deze game zitten. Maar wat gebeurt er allemaal? We gaan nu pas echt beginnen. Luister, team.
Hij gaat even uitleggen wat we allemaal moeten doen. Ja, zo te zien moeten we naar een nieuw gebied. Ja, we moeten nu naar de jungle. En dat gaan we natuurlijk doen in de volgende aflevering, jongens. Doe weer die duimpjes omhoog. Laat weten wat je van deze video vindt in de reactie. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan voor iedere dag Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!